In ieder geval hebben we ons goed weten voor te bereiden. Zoals je weet hebben we ook wat competitiewedstrijden kunnen spelen, maar ook wat bekerwedstrijden. De scherpte zit wel nog niet echt goed in de ploeg en dat moeten we ook kunnen zeggen. Ondanks dat hebben we toch wel een goed gevoel naar deze wedstrijd toe. Als we uit willen spelen, we weten dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Maar we hebben ons daarop voorbereid en we zijn nog steeds ons daarop voor te bereiden. We spelen dinsdag, komende week dinsdag. Dus we zijn de komende dagen ook nog bezig met deze voorbereidingen. Ja. Herediano is je tegenstander. Ik ga ervan uit dat je beide wedstrijden van ze hebt gezien tegen de Mexicaanse ploeg. Hoe schat je hun sterkte in en wat zijn jullie reële kansen? In ieder geval een heel sterk team. Als we kijken naar de kwaliteiten, hebben hun betere kwaliteiten ook. Als je vraagt naar Robin Hood's kansen, zeg ik van wij starten als underdog. En een underdog wil niet zeggen dat een underdog kansloos is. Integendeel, je weet het ook, Robin Hood in principe is toch wel opgewassen tegen sterkere tegenstanders. Dit team heeft het reeds bewezen. En ik hoop ook dat we het ook dinsdagavond kunnen bewijzen als we tegen Herediano uitkomen. Aan de hand van wat je hebt gezien, heb je een speciale strategie die je gaat toepassen in die eerste uitwedstrijd? Nee, sowieso. We spelen uit. We spelen echt tegen het geweld, als het ware. Het wordt geen makkelijke wedstrijd. Behalve dat het team sterk is, weten ook de andere weerstanden, het publiek, het weer eventueel ook, dus de temperatuur. Er zijn een aantal weerstanden. Ondanks dat zeggen wij dat onze kracht echt gaat zijn na deze wedstrijd om toch wel één vuist te maken. De eenheid gaat heel erg belangrijk zijn om elkaar erdoor te duwen als het ware. Om tenminste een gelijkspel uit de bus te halen. Tenminste. Als het mee zit, kan het ook zijn dat we winnen. Maar in ieder geval gaan we om een goed resultaat in de bus te halen. Zodat we bij die thuiswedstrijd toch wel weer vanuit een andere situatie kunnen kijken. Hoe we dan die wedstrijd weer tegemoet gaan. Ik sprak een journalist van Costa Rica gisteren en hij gaf aan dat de verwachtingen heel hoog zijn voor wat betreft Herediano met betrekking tot de uitkomst van het spel. Op dit moment staan ze op de eerste plaats in de competitie. Ze hebben 10 wedstrijden gespeeld, 9 gewonnen, 1 verloren en het verschil met de nummer 2 is 7 punten. Dus, en men verwacht ook dus dat ze in die trend die ze hebben ingezet voortgaan. Legt dat ook meer druk op jou als coach? Niet. En ik heb het ook met de groep hierover gehad. Het belangrijkste voor ons, waarom momenteel zijn geëindigd, waarom momenteel zitten, moeten we alleen maar plezier hebben. Toch? Ook in deze wedstrijd gaan we heel veel plezier moeten hebben. Het moet een wedstrijd voor ons zijn waarbij wij gaan leren. Toch? Waarbij we gaan leren, waarbij we plezier gaan hebben. Toch? Waarbij we gaan strijden tot waar wij kunnen. Toch? We moeten niet meer gaan doen. Of we kunnen ook niet meer gaan doen. We gaan naar onze eigen vermogen moeten presteren hier in deze wedstrijd. Maar het belangrijkste is, laten we plezier hebben. Toch? Laten we het allemaal met liefde doen. Toch? Laten we het gezamenlijk doen. Laten we kijken hoe kunnen we die eenheid naar voren brengen tijdens dit spel. Om toch wel een goed resultaat te halen. En ik heb alle vertrouwen in dit team dat ze terugkomen tijdens deze wedstrijd. Om toch wel te bewijzen dat wij, Robin Hood, dat wel kunnen. Ja. Nou, u hoort het. Belangrijk zegt Roberto Geudeken, laten we plezier hebben in datgene wat we doen, realistisch. Hij zegt dat het duidelijk is dus dat de ploeg van Herediano van een hoger niveau is, maar dat neemt niet weg dat Robin Hood zal gaan strijden en proberen er het beste van te maken.